Kijk eens aan, let's go, we hebben hem. Oké, nu ga ik terug naar huis en gaan we deze video opnemen, man. Ik heb er zin in. Yo mensen, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Op mijn YouTube-kanaal gaan we een tierlist maken. Voor de mensen die niet weten wat een tierlist is, ik heb hem hier meegenomen, al klaarstaan. We gaan een tierlist maken, super nice. Dus zo'n tierlist gaan we maken. We gaan verschillende colas maken, raten. One cola, het is binnenkort zomer, dus ja, veel mensen gaan dat drinken. En ik had geen inspiratie en ik wou de nieuwste colas maken. Proberen en ik dacht, laten we gelijk een tierlist video erover maken, want ik heb al lang niet meer geüpload op mijn channel. Vergeet niet te abonneren, we hebben net de 400 subs gehaald, ik ben super trots op jullie, zijn allemaal strijders, love naar jullie en we gaan richting die 500 subs. We gaan vandaag een tierlist maken. Ik ga beginnen met de Coca-Cola Zero Sugar. Ik heb het blikje al open gedaan omdat ik dit ding wou uittesten, maar dat werkte dus niet, dus ja, daarom, ik heb het al gedaan. Maar dus we gaan beginnen met de Zero Sugar. Ik ga hem proberen en ik ga hem al in een tire plaatsen. Op zich, hij smaakt op zich wel nice. Het is natuurlijk zonder suiker en is niet altijd gezond. Maar daar ga ik geen rekening mee houden, omdat er dingen aspartaan in zit. Maar nog steeds, ik vind hem minder goed, met mijn mening, dan de originele cola. Ik vind de originele cola beter. Dus, waarin gaan we hem dan plaatsen? Ik zou zeggen, ik denk dat ik hem ga plaatsen in een, hoe gaan we deze plaatsen? Hij is op zich wel een D-tier, gaan we niet zetten. Ik denk dat we hem voor nu gewoon op de C-tier gaan zetten. Het kan echt wel beter. Ja, oké, het kan gewoon beter. Oké, ik hoop dat jullie het eens zijn met mijn mening. Het is mijn mening, dus ja, als je niet eens mee bent. Is dat maar zo. Ik ga deze even aan de kant zetten, want we gaan over naar de volgende gaan. Die hier eventjes pakken. En dat is de Coca-Cola Light. Ik heb hem niet in volgorde staan met jullie. En de Coca-Cola Light. Ik weet oprecht niet hoe deze smaakt. Deze denk ik nog nooit geproefd. Dus we gaan daar nu achter komen. Zo, fantastisch. Oké, wat is dit? Wat is dit? Leg maar uit. Wat is dit? Dit is fantastisch slecht. Het trekt op niks. Dus oprecht. Tot nu toe het slechtste wat ik heb geproefd. Veel minder goed dan de vorige. Dus ik ga deze gelijk al in de detail plaatsen, bro. Deze, of gaan we hem in de detail? Nee, we gaan hem in de detail, bro. Deze is totaal niet lekker, bro. Dit trekt op niks. Coca-Cola Light is echt slecht, bro. Ik denk dat dit zeer overrated is, want ik zie altijd mensen die drinken. Oké, we gaan door naar de volgende. We gaan naar de Coca-Cola Vanilla Zero Sugar. Dat houdt in dat het vanille smaak heeft, maar er zit geen suiker in. In mijn perspectief is met suiker altijd beter dan zonder suiker. Maar ik heb nog niet geproefd, hè, dus we gaan het eerst proeven. Oké. Nice. Deze moet oprecht goed. Vanilla Zero Sugar. Dat is deze. Ja, dat is deze. Ik ga deze voor nu plaatsen in een B-tier. Ik vind het een B-tier gemaakt. Oké, laten we verder gaan. Ik ga nu de volgende doen. En dat is de Coca-Cola Cherry Zero Sugar. Dus kersensmaak en zonder suiker. Dus laten we deze ook maar even proberen. Ik heb hier al gemorstie, dus niet goed. Oké, ik heb gemorstie. Ik even proper maken. Oké, fantastisch. En dit blikje schuimt heel hard, zoals jullie zien. Holde. Kijk, bro, dit schuimt echt hard. Non lie. Ik ga er even van drinken. Het proeft goed. Proeft oprecht goed. Maar het, ja, het proeft goed. Ik vind hem heel goed. Maar ik denk, als ik hem mag zijn, kijk, het is niet even goed als de vanilla. Het is beter dan de vanilla. Maar het is niet goed genoeg om het in een A-tier te plaatsen. Dus ik ga het in een hoge B-tier plaatsen. Ja, dat gaan we doen. Voilà. Dat is ook al geregeld. Voilà. Gaan we doen. Oké, we gaan over naar de volgende. En dat is de Coca-Cola Lemon Light. Ik heb deze in een flesje gekocht, want deze smaak bestaat niet in blikjes. Dit is de Coca-Cola Light, die smerige die we net hebben geproefd. Met een citroensmaak. Die citroensmaak gaat denk ik niet veel goed maken. En het is zonder suiker. Dus ik denk, ik weet niet of dit een goede gaat zijn hoor. Maar we gaan het proberen. Het is gewoon een flesje, dus dit is prima. Dit kunnen we gewoon zo doen. Laten we hem nu maar proberen. Proberen. Oké,
Jij ook, Max aan? Hij proeft wel beter dan de Coca-Cola Light. Ik vind hem oprecht. Die citroensmaak doet veel. Ik weet het niet, hoor. Ik heb een aparte gevoelens hierbij, hoor. Ik ga hem oprecht niet plaatsen in de D-tier, denk ik. Ik ga hem oprecht in de C-tier plaatsen. Of nee. Ja, jawel. Jawel, C-tier. Oké, volgende. De Coca-Cola Lemon Zero Sugar. Dus die hebben we net geproefd. Maar deze is niet met de light smaak. En ik denk dat deze beter gaat zijn. Ik weet het niet, hè. Laten we hem proberen. Oh, ik zal even mijn gsm er zo bij nemen. Dat is perfect. Ik weet het niet, hoor. Maar voor mij proeft deze minder goed. Minder goed, ja. We gaan deze, denk ik, in de C-tier. Nou, bro, deze proeft echt niet goed. Ik vind hem niet goed genoeg. Ik ga hem in een D-tier. Maar het is niet trash. Ik ga hem in de C-tier plaatsen. Maar ik ga hem in C-tier laten. Ja, voilà. Jawel, zeker. Oké, we gaan door naar de volgende. Ja, de Coca-Cola Original. Ik heb deze gehaald in Frankrijk. Dus dat in Frankrijk. Ik heb al deze cola's in Frankrijk gehaald. Maar dus, de originele. Ik denk dat we hier wel echt, dat dit zeer underrated gaat zijn op mijn tierlist. Hè. Ik ga deze zeker hoog plaatsen, man. Gewoon perfect, een originele. Hij schuimt ook helemaal vol. Oh, broer. Even hier met dit ding er tegen zetten. Oh, Kijk, de originele cola, hè. Die is echt gewoon perfect, gewoon niet te veel toegevoegde smaken. Gewoon het origineel smaakje met suiker. Perfect. Kijk, deze is gewoon perfect. Hoe gaat deze? Gaan we in de A-tier zitten, bro. Deze is perfect, maar niet per se een S-tier. Maar we gaan hem in de A-tier plaatsen. In de A-tier. De lemon deze keer. De normale lemon. Zonder iets toegevoegd. Daar gaan we ook proeven. Oké, perfect. Die gaan we nu ook proeven. Oprecht een goeie. Oprecht een goede smaak. Ik vind deze ook wel echt goed, hoor. Ik ga hem in de A-tier zitten. Dat is echt goed. Met citroen. Gewoon een originele cola. Zoals deze. Maar met een citroensmaak. Of ja, zeker. Oké, we gaan door naar de volgende. Dit is de Coca-Cola Vanilla Origineel. De originele cola, deze, die gewoon perfect smaakt. Zonder enige ecologische, chemische shit erin gegooid. Gewoon origineel met een vanille smaakje. Die gaan we nu proberen. Nice! Oh, deze proeft echt nice, gast. Ik ga wel even... Oh, deze proeft nice. Zelfs het blikje is kapot gegaan, maar dat boeit mij niet. Deze is oprecht perfect, gelijk naar de S-tier. Dit is zo'n lekkere Coca-Cola. My guy, dit is gewoon perfect. Dan de volgende. Ja. We gingen een Coca-Cola tierlist maken. Ik heb per ongeluk dit gekocht, dat is Pepsi. Ik weet het als cola meetellen, want superveel mensen drinken dit. Het is geen Coca-Cola, maar elke cola meer aan de video is meer content. Dus toch gaan we deze proeven. Zo'n ander soort blikje, zo'n beter blikje vind ik al. Hè. Maar is deze beter dan de originele Coca-Cola? Ik wil het proeven. Oh, bah. Ik vind hem geen D-tier. Ik vind hem een C-tier. Ja, sowieso. Oké, door naar de volgende. Daar ben ik zeer hyped voor. Dit is de nieuwste cola. Nieuwste cola smaak, de Keywave. Deze ga ik proberen, bro. Deze ziet er zo lekker uit, bro. Deze ga ik echt. Oh man, deze gaat lekker zijn. Ik heb deze nog nooit geproefd. Deze is net uit. Oh, damn. Oh, ik zie, bro. Dit spuit er, bro. Oh, nah, man. Dit is, bro. Het proeft wel heel lekker. Ik ga niet liegen. Het proeft wel lekker, maar het is een beetje chemisch. Ik vind het een beetje chemisch. Dus ik ga hem voor nu. Ik ga hem in de C-tier zitten, denk ik. Nee. We gaan hem in de B-tier zitten. Ja, zeker. Dan de Original Mini. Ga ik niet proeven, want ik heb de Original geproefd. Proeft hetzelfde. Is gewoon een klein blikje. Is gewoon perfect. Dus wat gaan we doen? We gaan deze ook gelijk naar de A-tier zetten. Voilà. Iets aan toegevoegde chemische spul. Oh, ik heb gemast. Shit. Oké, ga. Deze is oprecht lekker. Ik ga hem in een...
Maar hij proeft minder goed dan de Zero Sugar. Kersensmaakje, ik kan het niet uitleggen. Ik ga hem in de C-taille zetten. En dan zonder cafeïne, suiker. Dat is de laatste. Ik heb er heel lage verwachtingen van. Maar misschien is het een beetje over... is dit? Wat is dit, bro? Gelijk detail, bro. Wat is dit? Oh, gelijk een detail, bro. Wat is dit? We hebben nu wel... De tierlist is af. Dus ik hoop dat jullie een beetje kunnen meevolgen met mijn mening. Dit is de tierlist voor nu. We gaan hem ook even opslaan. Dank jullie wel voor het kijken. We hebben heel veel cola's gerate. En ik zie jullie in de volgende video. Ciao!